beetje grote, heel de poten van die krop af. En de argumentatie van een kind van drie. Hoezo is het leuk? Het is gewoon leuk. Zoenen, hè? Nou, blijven we dat, ik denk dat ik met tong drie keer uit de groene bak haal. Ik word er zo moe van. Woensdagavond 6 uur. Weer tijd van roddel praat zonder censuur. Iedereen afzeiken die rommel maakt. Een transform, een kutvlogger of een toyboy. Dit kan niet mislukken, totdat die Joyce joint. Zoveel narigheid dat je mond een anus lijkt. Vraag me af of je überhaupt je naam goed schrijft. Doet alsof je wild bent, bezit geen vaardigheid. Misschien dat je van Wilbert nog wat aandacht krijgt. Zo zie je eruit, als je mislukt bent. Een muts die dreigt een expose waar Jan Roos zijn rust vindt. Dat doe niet tijger als je pussy bent. Want ik kom Joe Exotic modus op die pussies met mijn stem. Wauw, wie kreeg er een klap van de molen? Het is Mark. Bevindt zich met zijn dik op het web en het is te dark. Stap met je slappe loop nu je bed uit. Ik snap sowieso niet waarom je in je eigen bek spuit. Ga maar zitten, Waylon. Doe je mond maar open. Ik zie het al, allemaal demonen. Echt waar? Nee, natuurlijk niet prutsen. Je hebt gewoon een syndroom. Wat Charlie Ruske. Was er nog meer? Oh ja, Fat Lives Matter. En flikker gelijk Ramin in de blender. Zulke benden is totaal overbodig. Het enige leuke aan die goos, kom ze slopen. Voor Hilversum ben ik net als Kimbo Slice. Is televisie en nu door naar de Nipco schijf. Gefeliciteerd Kim Hofman, blijf ze aanpakken. Zo divers en zo tof man, met je naaldakken. Bleh, 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 bleh. Ik weet het ook niet meer. Elke ster, 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 ster doet aan mijn ogen zeer. Ik test mezelf wel, omdat ik niks meer aan kan. Ben alleen positief over de pics van Bridget Maasland. Ik ben een oude dikke zeikert met een grote bek. Die eigenlijk jaloers is op elke showbizster. Alvast satire, maar ga soms ook te ver. Ik haat mezelf vandaar dat ik kom met die klote refs. Brozak, bleh, bleh, bleh. Ik weet het ook niet meer. Elke ster, 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 ster doet aan mijn ogen zeer. Ik test mezelf wel, omdat ik niks meer aan kan. Ben alleen positief over de pics van Bridget Maasland. Jij bent met een beetje jij naar de Eurovision weet te drijven. Ja, ik vind dat ze wel iets hebben met de beats door zo. Oh, Sean McGregor.